In andere video's heb ik het gehad over Nooren, Nederlanders, Kroaten, Fransen en Russen die voor de Duitsers vochten. In deze video ga ik het hebben over de Britten die voor de Duitsers vochten. Want Groot-Brittannië vocht tegen Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar sommige Britten, een handjevol, vochten in de British Free Corps. En dat was een Duitse eenheid. Deze eenheid was klein. En waarom was deze eenheid zo klein? En waarom zouden er überhaupt Britten voor de Duitsers willen vechten? Daarover meer in deze video. Als we denken aan fascisme en nationaal socialisme, die extreemrechtse ideologieën, dan denken we niet zo snel aan Groot-Brittannië. Want het was Groot-Brittannië die de oorlog aan Duitsland verklaarde, samen met Frankrijk in september 1939. Het was Groot-Brittannië dat in oorlog bleef met Duitsland, ook al was Frankrijk inmiddels gevallen. En het was Groot-Brittannië dat een van de overwinnende landen was na de Tweede Wereldoorlog. Weliswaar was er ook een fascistische partij in Groot-Brittannië, de British Union of Fascists, de BUF. En die werd geleid door Edward Mosley. Een ander lid van de BUF was William Joyce. Het was een leraar van Ierse komaf die later uit de partij zou stappen en een nieuwe partij zou oprichten, de National Socialist League, die echter maar kort zou bestaan. Vlak voor de oorlog vertrokken William Joyce en zijn vrouw naar Duitsland en later werd Joyce ook een Duits staatsburger. Nadat Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland had verklaard, ging Joyce werken voor een Duits radioprogramma, Germany Calls. Het was een radioprogramma voor Duitsland, maar wel in het Engels, zodat de Engelse burgers het konden verstaan. Dus Joyce maakte propaganda voor de Duitsers naar zijn eigen volk toe. Het initiatief van het Britse Vrijkorps, de BFC, kwam van John Emery. Deze meneer was pro-Duits en hij was in Frankrijk in 1940, toen de Duitsers het land aanvielen. Als gevolg hiervan werd Frankrijk opgedeeld. Frankrijk werd namelijk verslagen door de Duitsers. En het noorden en het westen van het land bleven onder Duitse bezetting echter. Het zuidelijke gedeelte heette vanaf nu af aan Vichy Frankrijk. En dit was een Duitse vazalstaat met Franse fascisten aan de leiding die moesten doen wat Duitsland wilde. John Emery zat vanaf dat moment vast in Vichy Frankrijk omdat het voor Britten niet was toegestaan Vichy Frankrijk te verlaten. Toen hoorde hij in juni 1941 dat Duitsland de Sovjet-Unie had aangevallen en hij was in shock. Niet zozeer vanwege het feit dat Duitsland nu eindelijk die o zo gehate Sovjet-Unie binnenviel, maar meer vanwege het feit dat zijn moederland Groot-Brittannië nu een bondgenoot was geworden van die o zo gehate Sovjet-Unie. Hij heeft nog een jaar vastgezeten in Vichy Frankrijk en werd toen uitgenodigd door de Duitse autoriteiten in Berlijn die hem vroegen wat hij voor hen kon betekenen. Emery wilde ten eerste een radioprogramma waarbij hij propaganda kon maken voor de Duitsers naar de Engelsen toe. Maar hij wilde ook dat er een leger werd opgericht dat bestond uit Engelsen die tegen de Bolsjewieken aan het oostfront wilde strijden. Dit Britse anti-communistische anti-Sovjet legioen zou gaan heten de British Legion of St. George. Maar deze naam werd al snel vervangen door de British Free Corps, het Britse Vrijkorps. Het Britse Vrijkorps was echt een Duits staaltje propaganda waarmee ze wilden laten zien dat Engelsen aan hun kant vochten. En dat zie je ook aan het uniform. Op de kraag zie je de drie leeuwen van Engeland. Bij de mouw zie je zowel een Britse vlag als de titel Britische Vrijkorps. Het Britse Vrijkorps had vier principes. Ten eerste, het Britse Vrijkorps bestond uit Britten die hun wapens wilden opnemen tegen en deelnemen aan de Europese strijd tegen het communisme. In andere woorden, de invasie van de Sovjet-Unie. De oorlog die gaande was tussen Groot-Brittannië en Duitsland, die keurde zij af en was volgens hen de schuld van de Joden die het Britse volk en de regering hadden misleid. De BFC wilde juist goede verhoudingen tussen het Britse en het Duitse Rijk. En de BFC zou niet de wapens oppakken tegen Britse strijdkrachten en acties ondersteunen tegen de Britse burgers.
Maar waar moesten die Britten dan vandaan komen? Nou, het was zo dat in 1940, toen Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk binnenviel, zij ook vele Britse krijgsgevangenen hadden gemaakt. Dus zij gingen naar die kampen toe om mensen te ronselen, om Britten te ronselen om voor de Duitsers te vechten in het Britse Vrijkorps. Een groot probleem diende zich aan. Van al die Britse krijgsgevangenen die in Duitse kampen zaten, gaf een handjevol zich maar op om deel te nemen in het BFC. Het zag ernaar uit dat dit hele experiment gedoemd was te mislukken. Er waren simpelweg te weinig Britse vrijwilligers die voor de Duitsers wilden vechten. Op 1 januari 1944 werd het Britse legioen, de British Free Corps, zoals het nu heette, officieel opgericht. Deze bestond maximaal uit 54 mannen. Maar vergis je niet, in totaal hebben er 54 mannen in deze legereenheid gediend, maar mannen kwamen en gingen. Op het hoogtepunt waren er slechts 27 Britten die in deze eenheid zaten. Twee van hen waren onder andere John Leicester. Dat was de zoon van een Duitser die familiebanden had met de nazi's. En Eric Pleasance, die een lid was geweest van de Britse fascistenpartij, de BUF. Deze heren waren gestationeerd op het Britse eiland Jersey. En dit eiland werd overmeesterd door de Duitsers. En daarom gaven zij zich op voor de BFC. Leicester en Pleasance gaven zich op om drie redenen. Ze wilden namelijk meer eten, meer alcohol en meer vrouwen. Als de eenheid 30 man zou tellen, pas dan zouden zij naar het front worden gestuurd. Dit leek echter maar niet te gebeuren. In oktober 1944 werden zij naar de SS-pionierschool in Dresden gestuurd. Het moreel van de troepen was erg slecht. Velen van hen waren vaak dronken of zij waren vaak ongeoorloofd absent. Zij waren in februari 1945 getuigen van het bombardement op Dresden en veel van hen namen gebruik van de gelegenheid om te ontsnappen in de chaos en deserteerden daarmee. Als gevolg hiervan werd de hele eenheid gearresteerd en alle Britten kregen nu een keuze: of vechten voor de Duitsers of naar een concentratiekamp worden gestuurd. En ze besloten te vechten. Ze dienden daarmee een korte tijd aan het Oostfront en sommige van hen vochten in de laatste grote slag van het Derde Rijk, de Slag om Berlijn, waarbij zij vochten tegen het Rode Leger. De overlevenden werden door de Sovjets gevangen gezet en overgedragen aan de Britten. De man die ik net noemde, Eric Pleasance, hij wist in de chaos van deze veldslag uit Berlijn te ontsnappen, samen met zijn vrouw. En dat deed hij door het riool van Berlijn te gaan. Tijdens deze route heeft hij naar eigen zeggen twee Russische soldaten met zijn blote handen vermoord. Ze arriveerden in Dresden en zijn daar ondergedoken, totdat de communistische autoriteiten hen in 1946 opspoorden. Pleasance werd veroordeeld tot 25 jaar dwangarbeid in de Sovjet-Unie, maar kwam eerder vrij in 1953 toen Stalin was overleden en keerde terug naar Engeland. De Britse collaborateurs William Joyce en John and Mary werden beide van landverraad beschuldigd en kregen de doodstraf. Ze werden opgehangen. Andere vrijwilligers werden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 10 tot 15 jaar, maar de meeste kwamen overigens eerder vrij. In 1946 waren er ook nog drie voormalige vrijwilligers van de British Free Corps die werden gearresteerd door de Britse autoriteiten, maar tegen die tijd was het te laat blijkbaar om ze nog te veroordelen, dus zij konden vrijuit gaan. Als je nu meer wil weten over Noorse vrijwilligers, klik hier. En als je meer wil weten over Franse vrijwilligers die voor de Duitsers vochten, klik hier. Ga ook even naar mijn Engelse kanaal voor veel meer interessante video's. Dank voor het kijken, vergeet niet te abonneren op dit kanaal en tot de volgende keer.